Mooi fort. My bad. De Rijn die drupt boeten weer uit de loft. Maar er is in Noord-Is-Friesland en ook in de gemeente Achtkarspelen genoeg te doen, zou ik het IJstijdenmuseum. Vanaf welke tijd moet ik dan denken dat hier leidt? Je leidt van jaren en jaren lien, en dan heb ik er 130.000 jaar lien, lees je hier al dingen van de Neandertalers. Eens een belangrijke steen, daar wil ik die even mee heen nemen, maar dat vind ik een prachtig verhaal. De echte, die leidt in Garendiek, want hij is vond door hij van de Vliet, dat wie een timmerman, aannemer, en die vond in Hekkelspecie, bij de Sleerdel, vond er dus een steen en hij dacht, dit is wat, dit is net een gewone steen. En hoe wist hij dat nou? Het wie een amateur archeoloog. Hij kon helemaal niet in Frans, maar de boeken over archeologie waren meest in Frans. En dat had hij hem eigen maken. En hij had dus thuis dat alle hier opzag en dacht, dit mat een voetbielen van een Neandertaler wezen. En dat kon ons net, want de geleerden in Leiden, die zijn, ja, die Neandertalers, die ben hier nooit west hier in de Waarden, in Friesland, in Drenthe. Dat ken ons net. En hij had alle waardingen om dat om toch zijn gelijk te krijgen. En dat het jaren en jaren door. Maar uiteindelijk is het hem slagen. En men het zijn, ja, die voestbielen, ze groot is een voest, die het je werkelijk, die is je gebracht door Neandertalers. Nou, dat vind ik altijd een prachtig verhaal. Een gewone man, een timmerman, aannemer, die het hem zelfs het Frans eigen maken heeft. En die boeken lezen kon. En dat hij dat vond en dat hij dan uiteindelijk bij die professoren zijn gelijk kreeg.